Bruyne met... Veldwijk, hij reageerde heel laat, dook heel laat. Hi jongens, ik ben Koen Weiland. Welkom weer bij een nieuwe aflevering van Koning FIFA. De spannendste Ultimate Team serie die je gaat vinden op de Nederlandse velden. Mijn Ultimate Team serie met het Koning FIFA Battle Team. Divisie 4 zitten we. Vandaag kunnen we promotie naar divisie 3 al veiligstellen. Het is een beetje een rare aflevering. Ik heb een nieuwe pet. Koning FIFA staat erop. Laat me in de reactie even weten wat je van deze pet vindt. Want misschien kan ik die een beetje wel weg gaan geven. Of een soort webshop beginnen of zo. In elk geval, dat is anders aan mij. Ik heb vandaag een rode controller. Ik speel met een PlayStation van een vriend van mij. Allemaal anders. Maar we gaan gewoon beginnen. En natuurlijk weer challenges. Eén challenge ingestuurd van jullie. Die gaan we zo bekijken. Maar ook een challenge van deze baas van Vitesse. Waar ik vorige week vrijdag tegen speelde. Hey man, thanks for the game. I challenge you to score a hat-trick with me on all of my team. Dat dus vandaag. En een challenge van jullie. Ik heb er weer een aantal uitgekozen uit alle reacties onder de YouTube video van vorige week. En de challenge van deze week. Dat wordt Ernst van Reden. Ernst zet Lars Veldwijk op doel omdat hij het zo goed deed tegen AZ. Lars Veldwijk, hij moest wel twee doelpunten incasseren, geloof ik. Vincent Janssen, ja. Ik heb hem zelf ook in vorm, Vincent Janssen. Vincent Janssen is het hele jaar al in vorm. Lars Veldwijk op doel. Ik vind hem leuk, Ernst. Wat gaan we doen? Kijk maar mee. Oh, hier, dat is echt de enige kaart van hem. Onder de 700 kopen nu. Nou, doet dat gewoon. Zo 650. Had ze flats in de club. Weer een rechtsbuiten. Het zal eens niet. Voor mij hebben we echt al 5 rechtsbuitens nu. Ja, weet je, hier Isaac succes. Helaas, jongen. Jij mag naar de club. Dat hebben we nu gedaan. Isaiah Brown gekocht. Het enige wat ons nu nog rest, voordat we de eerste pot gaan spelen van deze aflevering, is natuurlijk Lars Veldwijk op doel zetten. Ernst, jouw challenge gaan we gewoon meteen uitvoeren. Dat wordt even een wedstrijdje bank zitten voor jou. En hier hebben we hem. Ja. Lars Veldwijk. Snel, hè? Versnelling. Zo. Versnelling. 30. 37. Dat is niet vooruit te branden, man. Sprintsnelheid. 67. Geloof niet. Blessure bij Tete. Die staat natuurlijk allemaal verder goed. Tete. Dat wordt... Even kijken of we dat hebben. Of we een kaartje hebben om zijn... Hier, alle blessures plus 4. Perfect. Die ga ik gewoon gebruiken. Want Tete kan ik echt niet missen. Goed, we spelen tegen iemand met een shirt van Benfica. Luc Den Haag? Luc uit Den Haag? Misschien wel een kijker. Luc DH, ja, DH staat voor Den Haag toch? Een shirt van Benfica dan. Maar goed, verder is het een beetje een hybrid team. Heel vet team wel. Belgen, Premier League spelers, hele voorhoede van Argentijnen en Serie A. Het is echt een zieke hybrid. Wel 110 geest. Mooi gedaan dan, Luc. Vet team. Maar hey, we hebben het Koning FIFA Battle Team. Dus dit wordt natuurlijk gewoon weer 3 puntjes. Lars Veldwijk op doel. Goed, Vincent Janssen, daar is hij. Heeft de contractverlenging gekregen bij het Koning FIFA Battle Team. Uiteraard. Ramselaar. Janssen is doorgelopen. Nou ja, dat valt wel mee. Maar levert hem nu goed in. Maher. Lange hoek. Oh, wat een goaltje. Adam Maher. Oh. Zo doen we dat. Zo Duits. Lekkere aanval. Rustig opgebouwd. Vincent Janssen. Die het opzet met Ramselaar. Paasje is goed. Maher even inhouden. En dan Petr Cech. Kansloos gelaten. Adam Maher. Maria met Brunet. Ja, nu denk je dat die Maria sneller is dan Brunet, maar kom je van de koude kermis thuis, hoewel. Maria voorsprongetje die hij niet meer weggeeft. Veldwijk, natuurlijk, ik was het even vergeten. Veldwijk op doel. Daar is hij weer, Veldwijk, wat een reddingen. Heerlijk zeg. Wie is deze keeper? Ik ken hem geen eens. Tarsje Veldwijk. Kom op joh, je bent sterker dan de Bruyne, man. Kom op, hé. Bruyne met... Veldwijk, hij reageerde heel laat, dook heel laat. Maar tikte nog net uit zijn doel. Schot van echt 20, 25 meter van de Bruyne. Niet zo. Kom op, Veldwijk. Oh, hij zit helemaal mis. Maar heeft hem, alsnog. Dit is wel heel realistisch, ja. Tot nu toe gaat de challenge van Ernst goed. Hendriksen, De Jong, prachtig. Dit moet eigenlijk 2-0 zijn. De Jong is helemaal los. De Jong, korte hoek. Ja, 2-0. Goed afgemaakt door Luc De Jong. Dit soort kansen zijn aan hem wel besteed.
Ik wacht te lang, de hoek was toch nog redelijk klein. Maar Petr Čech, ja, de bal gaat gewoon over hem heen, over zijn arm heen. 2-0, dat geeft ons wat lucht. Dan kunnen we ons een blundertje van Veldwijk eventueel nog veroorloven. Ramselaar meegeven, dat gaat niet lekker. Henriksen alsnog, Henriksen, oh, wat een goal! Ja! 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 I'm number one! Dit is een wereldgoal. Dit is een wereldgoal. Marcus Hendricks, hij is er zelf ook blij mee. Controleur van beroep, maar... Godverdorie. Tenminste, controleur in het Koning FIFA Battle Team natuurlijk. In het echt is het eigenlijk meer een nummer 10, maar... Jezus. Het is een efficiënte eerste helft. 3 schoten, 3 op doel, 3 doelpunten. Ramselaartje. Ramselaar, dit moet 4-0 zijn, maar het is een strafschot. Nee, ook niet. Het is 4-0. Ja, het is wel 4-0. Navarone voor. Beetje een raar doelpuntje. Goeie sliding eigenlijk van hem. Het was hier goed verdedigd. Komt er nog net voor. Maar daar is voor. Daar is Navarone voor. Lekker diks. Goed verdedigd. Heerlijk hoor. Gewoon Lars Veldwijk op doel. Ik wil gewoon nu ook de nul houden ook. De verbinding met je tegenstander is verbroken. Ik denk dat Luc het gewoon helemaal voor gezien heeft. Het is een rage quit, lijkt me. Game over. Ja, 4-0. Winst. Lucky is out. Dat scheelt. Lekker snel de punten binnen, de munten binnen. 407 muntjes. 4 schoten, 4 goals. Daar doe ik het voor. En dus 4 wedstrijden gespeeld in divisie 4. 4 gewonnen. Dit is de aflevering met het getal 4. Maar we willen ook gewoon 5 en 6 binnenhalen. Ernst, bedankt voor die challenge. Die is nu al gehaald. Luc, bedankt voor de wedstrijd. Ik snap het wel dat je pleit gaat als je tegen zo'n Eredivisie team speelt. Met jouw heerlijke hybrid team. Het was echt een vet team. En dat je dan met 4-0 eraf gaat. Nee, Izzy Brown komt gewoon een beetje half vanaf de rechterkant. Ik laat gewoon mijn opstelling zo staan. Omdat het gaat gewoon super met 4-2 met de ruit op het middenveld. Brown voor Dix. Ik heb er vertrouwen in. We gaan ervoor. Tweede pot. 3 punten zouden weer heel lekker zijn. Een like zou ook awesome zijn natuurlijk, hè, voor deze video. Cool. Goed, we hebben weer een tegenstander, jongens. Het is Moet Kill You. Het is geen Nederlander. Zwarte shirts, Liverpool shirts, wel vette shirts. Nou, goed team. Wow, een behoorlijk goed team eigenlijk wel. Remy en Sturridge, lekkere spitsen. Depay, Memphis moet ik zeggen. Eriksen, Willian, Walker, Smalling, Koscielny, Matic. Linksback is natuurlijk van Everton. Baines, kwam maar even niet op. En op doel had hij Petr Čech. Ja, dat is een prima Premier League team hoor. Een prima League team. Oké, deze jongen kan het wel. Dat is in elk geval meteen duidelijk. Dat is meteen duidelijk. We moeten met full focus spelen. Brown. De Jong. Goed. Maher. Dit is lekker gevoetbald, jongens hoor. Brown, daar is hij meteen voor de eerste keer. Brown. Over. Henriksen. Balverlies. En dus nu Willian. Naar Sturridge. We hebben een beetje lag. Sturridge. Laf. Komen we goed weg. Komen we heel goed weg. De Jong. Ramselaar, dit is goed. Lekkere aanval weer. Jansen. Ik heb meegegeven. Nee, jawel. Ja. Ramselaar moet 1-0 zijn. Het is 1-0. Goed. Dit is een hele belangrijke goal. Want ik merk gewoon dat hij het goed kan. Meteen die bal op de lat. Open wedstrijd. Allebei al 2 grote kansen gehad na 10 minuten. Maar ik kom op 1-0. Bartje Ramselaar. De Jong. Brown. Goed. Brown naar Maher. En niet lekker uit daar. Die paas op Ramselaar, maar de aanval loopt door. Henriksen, nu loopt de aanval niet meer door en kan hij counteren met Willian. Het is 3-2. Als hij dit goed uitspeelt, is het weer een grote kans. Maar Beugelsdijk staat schitterend opgesteld. En dan Ramselaar, ja, blijft in balbezit. Henriksen, Jansen. Goede paas van Henriksen op ploegenoot Jansen. Jansen, harde voorzet daar. Oeh, het is Joris op doel trouwens. Excuus daarvoor, jongens. Alright. Daar is Joris. Oké, uitstekend. Ramselaar. Nee, dit is Maher. Naar Jansen. Grote kans. Tweede paal is Brown. Brown met het hoofd. Nou, wat doe je, Brown? Come on. Hij... Eriksen, kom op. Alles schot er dan uit. Rome, goede redding. Maar het verdedigt te afwachtend verdedigen. Ik had verwacht dat hij een steekpaas ging geven, maar hij bleef heel lang in balbezit met Eriksen. Dit is een goede corner, gevaarlijke corner, maar Rome zit er uitstekend bij. Willian, weer lekker gelekt. Willian,
Holy shit. Thuis. Moeten ze weer uit de corner, hè? Ja, ja, ja. Het is schandalig. Niks aan te doen. Willian 1-1. Poeh, wat een goal, jongens. Ja, die herhaling laat hij sowieso zien. Prima. De Jong niet lekker verdedigd misschien, maar... Oeh. Ik met Peugelsdijk. Ai. Traagste verdediger. Sturridge naar zijn linker. Ja, prima. Goed gelezen door Peugelsdijk. 1-1 met rust. Het is een spannend potje. Dat kunnen jullie zelf ook zien. Maar her nu eromheen. Ja, De Jong. Hier ligt nog wel ruimte. De Jong. Sterke balbezit gebleven. Prima. Henriksen naar zijn rechter. Geen vrije trap, maar goed in balbezit gebleven alsnog door Henriksen. Amselaar, ja. Oké, we zijn nog steeds dreigend. Brown, doe jij het dan? Brown, doe het! Brown, yes! Het is Izzy Brown, nota bene. Heerlijk! Oh my god. De man van de challenge doet het. 2-1. Goeie goal. De voetrol, de balrol zoals sommigen noemen die truc. Eens te meer. Heerlijk effectief. En weer zo'n schot met rechts in die rechterhoek. Ik kan het niet vaak genoeg benadrukken. Izzy Brown, kijk eens, hij lijkt echt perfect, hè. Dat komt natuurlijk omdat hij bij Chelsea onder contract staat. Bij die grote clubs, bij alle Premier League clubs volgens mij, is EA Sports langs geweest. Heel gedetailleerde gezichten, game faces, zoals dat heet, Izzy Brown. Dat maakt het altijd nog wat leuker als die spelers er echt heel realistisch uitzien. Hoewel, hij is natuurlijk... Bijna dezelfde statistieken als Navarro de Four. Bijna dezelfde overall rating, denk ik. Voor heeft ze 69, hij 67, denk ik. Zo, nu even uit mijn hoofd. De Jong. Henriksen voor de beslissing. De Jong moet even strepen, want hij heeft weinig ruimte. En ja, dan krijg je dit. Manselaar. Steken. Brown voor de 1-2. Of Jansen, strepen, strepen. Weer paal. Jong, op. Ik druk echt alles nu al 2 seconden eerder in dan wat gebeurt. Jansen, ja. Jansen, nee. En nu nog 4,5 minuut. Ik ga gewoon die voorsprong verdedigen. Defensief nu. Beugelsdijk, prima. Henriksen, even uit. Even terug op die keeper. Ik word helemaal gek van die lek. Ik ga het nu gewoon even slim doen. Matic. Koscielny. Fluit maar af voor scheids. Lekker jongens. 2-1. Weer 3 punten in de tas. Oké, niet zo overtuigend, maar irritante lek. Ik zeg het toch gewoon. Toch 2-1. Izzy Brown met een doelpunt. Ik ben een tevreden man. Ik ben een heel tevreden man. Even bijkomen. Alrighty jongens. De eerste 2 potten van de aflevering. Dus gewonnen. En ik zei het al, het is een beetje de aflevering waar de 4 telkens terugkomt. We hadden net 4-0-0, we hadden net 4 schoten, 4 doelpunten, divisie 4. En als ik de volgende pot win, kijk maar even mee, bovenaan in het scherm, overzicht, komt dan 44-4-4. 44 overwinningen, 4 gelijke spelen, 4 nederlagen. Daar gaan we natuurlijk voor. Gewoon, dit wordt de aflevering van de 4. En de volgende pot moet de pot worden dat de promotie naar divisie 3 veiligstellen. 5-0-0 in divisie 4. Met een Eredivisie teampje. Hij heeft een ziek team. Hij heeft gewoon echt een ziek team. De Gea, Jordi Alba, Ramos, Piqué, Bellerin. Nou, dat is de ziekste Spaanse verdediging die je kunt hebben. Iniesta, Busquets, Fabregas, David Silva, Diego Costa en dan Rooney. Wat doet hij in dit Spaanse team? Hij linkt lekker met die Premier League spelers in elk geval. Oké, jongens, het zou kunnen dat jullie nu in de 12 minuten inkomen. Dat is omdat gewoon de eerste 12 minuten niet echt samenvattingswaardig waren. En dan komen we er nu in omdat hij scoort. Nee, hij scoort niet, want Rome houdt tegen en Beugelsdijk haalt weg. Wauw. De gozer is niet zo heel goed, maar dit is wel zijn eerste grote kans. Ja, Maher breekt door met een gelukje. Ramos en Piqué weerhouden Maher van scoren, ja. Dat klinkt als een vrij logische zin. Ja. Hebben we veel Belgische kijkers? Ondertussen wel, denk ik, hè? Veel, wat is veel. Maar er zullen wat Belgen zijn. Ik gun jullie die Europese titel wel. Meer dan Spanje in elk geval. Heel eerlijk. Als focus je even op FIFA, joh.
Henriksen. Goed, dit is een mooie aanval. Jansen, moet het even met rechts. Moet het even met rechts. Nee, doe het toch met links. Hij prikt hem erin. Het is 1-0. Ja! Yes! Eerste kans, ik speel niet goed. Kwart wedstrijd gespeeld, is gewoon 1-0. En dat is wat telt. Jullie weten het, hè? Goeie voorzet, maar De Gea. David, mensen die De Gea zeggen, stop daarmee, alsjeblieft. Het is De Gea. Spaans. In het Spaans, de G is in principe een G-klank als het voor een E of een I komt. Ik vind dat ook weer. Klein Spaans lesje van Koning FIFA. En als hij voor een A of een O of een U, moet ik even nadenken. Ja, nu volgens mij ook. Dan is het een G-klank. Dan is het de Gea. Het zou de Gea zijn geweest als er een U voor die E had gestaan. Dan is het de Gea. Maar nu is dat niet zo. Dus het is de Gea. Net als die verdediger van Atletico, dat is ook Gimenez. Hola supermercado de la bancos por aquí. Let's get Spanish. Voor Henriksen. En dan op links is doorgekomen Brenet. Brenet. Jansen. Jansen voor de goal! Vincent Jansen, nummer 2 van de wedstrijd. En we gaan weer voor 3 punten. Het wordt 44-4-4. Boom. Vroeger was Rooney dus zo'n sicke speler. Hè? FIFA 10 die tijd. FIFA 10. En dat heb ik dus echt over 6 jaar terug. Letterlijk 6 jaar terug. Rooney had, ja, sommige van jullie kunnen het je misschien niet voorstellen. Rooney had 5 sterren skill moves. Die Rooney, jongen, dat was niet te doen. Zo'n fucking goede speler met FIFA. Nu, niemand heeft hem in zijn ultimate team, denk ik, van jullie. Al is hij natuurlijk wel redelijk goedkoop voor iemand van 86. Dat is dan wel weer. Ramsel, oh, wat een lekkere beweging. De dragback. Heel lekker. Een Jantje. Wij moeten dan stoppen. Zo werkt het bij Utrecht. Hij gaat dan met een reboundje erin, maar dat is gewoon echt heel vies hoe je dan tussen 2 man doorkomt. Nog één kans. Maher, voor. 4-0. 4-0! Laatste seconde in deze aflevering waar alles met 4 de hele tijd terugkomt. Ik weet niet wat het is. Het is onze 44ste overwinning. Ook 4 gelijke spelen en 4 nederlagen geleden in deze Ultimate Team serie. Het is de divisie 4. We hebben nu promotie naar divisie 3 veilig gesteld. Ik ben gewoon blij. Ik ben blij. Jongens, voor de volgende aflevering hebben jullie challenges. Laat ze natuurlijk weten hier in de reactie onder deze video. Geef een duimpje omhoog als je weer tevreden bent. Als je blij bent dat we zijn gepromoveerd. Izzy Brown bedankt natuurlijk. Ernst van Reden. Heel erg bedankt voor je challenge. Ik vond hem leuk. Waar stelde ik op doel? Het maakt allemaal niks uit. We hebben weer alles gewonnen. Volgende aflevering gaan jullie zien dat we natuurlijk weer een divisietitel gaan pakken. Divisie 3 gaan we dan spelen. Ik zeg voor nu, hasta luego. Hasta más tarde. Gracias para ver. Voor het kijken. Bedankt voor het kijken. Hasta luego. Adios. Ciao. Doei.